Want afgelopen woensdag in Nieuwegein was de tweede set zo'n beetje beslissend voor het wedstrijdverloop. Hier weer een goed blok van Dynamo, van Mike van der Goor. Met naast hem die Amerikaan Mike Deal. En zo 24-23 voor de ploeg uit Apeldoorn en de setpoint. Maar deze service van Justin Sombroek gaat uit. 24-24, eerste setpoint weg. Vrevok. Het moet dus deze set pakken. Want komt Dynamo met 2-0 voor een set, dan is het een gelopen koers. Via de buitenkant, via Mike Deal, die uitstekend speelde deze wedstrijd. 25-24 opnieuw setpoint voor Dynamo. Rustige ingehouden servers. En moeite met de paas van Matthijs Dekker, de invaller. Maar het wordt wel 25-25. Van Solkema. Dus er even afwachten of hij volgend jaar ook nog bij Vrevok speelt. Het zou goed kunnen zijn dat hij teruggaat naar Nesselanden. Ploeg uit Rotterdam. En hier wordt het via Dario Dukic. 26-25 voor Vrevok. Nu plotseling zij op setpoint. En dit is Sto Germans. Coach van Dynamo. Denkers, waar kiest hij voor? Hij kiest weer voor Mike Deal, tuurlijk. Als je zo goed in de wedstrijd zit, dan moeten alle ballen naar de diagonale aanvaller. De puinruimer. 26-26. In die spannende tweede set. Denkers er dan uit en Zoosma erin voor de middenblokkering. Mike Deal. Vorig jaar was hij nog Pasen loper bij Maaseik. Remmend blok van Dynamo met Sander Olsthoorn. Maar dan moet de set-up komen van Zoosma. Want ja, spelverdeler Denkers is eruit. En dus wordt het 27-26 voor Vrevok. Paas van Sullivan, de libero, de Amerikaanse libero van Dynamo. En via Sander Olsthoorn, 27-27. Poortra. Kijk eens wat een power. Van Erp kan er niet achter komen en plotseling weer setpoint voor Dynamo. 28-27. Eens kijken of Poortra nog zo'n service kan produceren. Weer vol geraakt. Via net Matthijs Dekker. Punt naar Vrevok. Setpoint weg. 28-28. Paas van Kooistra is goed. Denkers, kies weer voor de buitenkant. Kies voor Mike Deal. Remmende blok van Vrevok. Blanger. En via Dario Dukic. Nog altijd geen punt voor Vrevok. Buitenkant. Matthijs Dekker. En via het blok van Dynamo. 29-28. En dus Vrevok weer op setpoint. Matthijs Dekker met een ingehouden service. Kooistra. Buitenkant weer voor Mike Deal. En via de blokkering van Vrevok. Bal in de tribune. 29-29. Wat een ongemeen spannende tweede set. Matthijs Dekker. Rustig ingehouden paas. En als hij gebracht kan worden bij Blanger, ja, dan is het een eitje. Zeker voor Martin van der Roos met zijn 2,16 meter. Kooistra. Opnieuw setpoint dus voor Vrevok. En nu wordt het wel uitgemaakt. 31-29 in deze tweede set voor Vrevok. En dus komt het op 1-1 in deze wedstrijd in Apeldoorn. 31-29 in deze tweede set voor Vrevok. En dus komt het op 1-1 in deze wedstrijd in Apeldoorn. De derde set gaat dan met 25-12 naar Dynamo. Het is eigenlijk ongelooflijk dat er zo'n verschil kan ontstaan in de finale van de play-offs. 13 punten verschil dus. En dit zijn beelden uit de vierde set. Stand is 20-15 opnieuw voor Dynamo. Terwijl Vrevok hier terugkomt tot 16-20. Want iedereen had een beetje verwacht dat in die derde set eigenlijk Vrevok zou doordrukken naar die winst in de tweede set. Maar het tegendeel gebeurde dus. Mike Deal. Bal aangeraakt of niet? Nee, niet aangeraakt. En dus 17-20. Maar 3 punten verschil bij het ingaan van de 20. Eigenlijk moet Dynamo het uit kunnen maken. 21ste punt voor de ploeg uit Apeldoorn. Justin Sombroek. Niet op de lijst van bondscoach Bert Goedkoop. Omdat hij de ziekte van Pfeiffer heeft gehad. Daarom mist hij ook de Spelen vorig jaar in Sydney. En hij moet dus 4 weken rust krijgen. Die moet hij een keer hebben, anders gaat hij Pfeiffer nooit uit zijn lichaam. Maar het zou kunnen dat Nederland gewoon de eindronde van de World League haalt. En dan heeft Bert Goedkoop een verkeerde keuze gemaakt door hem niet op de lijst te zetten. Want het is in potentie een van de beste paaslopers van Nederland. U ziet het, 22-18. Voordeel van Dynamo in de vierde set. Die 2 in voorsprong in sets. Denkers. Kiest dan voor Kooistra. Die er helemaal naast maait. En dus 19-22.
Ondertussen trouwens bij Vrevok is Peter Blanger uit de ploeg gehaald. In een toch wel belangrijke fase in de wedstrijd. Hij is vervangen door Van Gent, die hier de set-up geeft aan Mark Broeren. Maar Blanger was woedend over die wissel. En misschien is een conflict tussen Ivo Martinovic, die u net in beeld zag, en Peter Blanger aanstaande. Belangrijke fase in de wedstrijd en dan je beste spelverdeler, je eerste spelverdeler eruit halen. Via Mike van der Goor komt Dynamo wel erg dicht bij een 3-1 overwinning. Hij gaat steeds beter serveren, hier heeft hij alleen pech. Dekker, rustige ingehouden servers. Geen middenaanval via Olsdoorn, maar de buitenkant, Joost Kooistra. En dus 24-21 voor Dynamo. Nu staat de ploeg uit Apeldoorn op matchpoint. Mike Diel. Goeie service. Basis prima. En Mark Broeren. Kan nog gepakt worden ook door Olsdoorn met de voet. En de rally mag dus doorgaan. Van Gent dit keer de buitenkant met Martin van der Horst. Ook die weet het niet af te maken. Opnieuw op Broeren. En nu dan wel goed. Op het lichaam van Sullivan. En dus 24-22. Maar nu mag Vrevok gaan serveren en moet Dynamo dus uit kunnen maken. Denkers, waar kiest hij voor die middenaanval met Olsdoorn. En dan lukt het wel. 25-22 wordt het in de vierde set. Dynamo wint ook de tweede wedstrijd in deze finale van de play-offs van Vrevok. Staat nu met 2-0 voor.